Vakantie voorbij en dus mag je weer naar school. Maar eigenlijk moet je weer naar school, want meer dan 100 jaar geleden is in Nederland namelijk de leerplicht ingevoerd. Iedereen vanaf 6 tot 18 jaar is verplicht om naar school te gaan. Maar school is natuurlijk veel ouder. Al in de oudheid bestonden er scholen in China, Rome en Griekenland. Je leerde er niet alleen rekenen of taal, maar bijvoorbeeld ook worstelen. Voor de 14e eeuw leerden in Nederland kinderen lezen en schrijven op scholen die van de christelijke kerk waren. Daarna kwamen er ook openbare scholen, maar die hadden nog geen gebouwen. Tot er echte schoolgebouwen kwamen, kregen kinderen les in een schuur of stal. Wanneer de school uitgaat, begint het heerlijke onbezorgde uurtje dat ook door de ijverigste leerling met vreugde wordt begroet. Toch kon niet iedereen naar school, want veel kinderen moesten thuis helpen of geld verdienen. Dat veranderde toen kinderarbeid werd verboden en dus de leerplicht werd ingevoerd. En tegenwoordig is het zelfs een recht om naar school te mogen. 196 landen hebben daar samen afspraken over gemaakt en daarin staat dat ieder kind er recht op heeft om gratis naar de basisschool te gaan. Antwoord op de vraag? Scholen bestaan dus al sinds de oudheid en in Nederland gaan al 120 jaar alle kinderen naar school.